Breda Nu. Je weet het meteen. Is, als het gaat over ons erfgoed, dan is dat voor mij betreft echt deze kerk. Ik ben een aantal maanden terug hier geweest om ook het 425 jaar bestaan van de gemeente mee te vieren. Ik kom hier een aantal keren per jaar als het gaat over de cultuur op middaguur, op vrijdagmiddag, waar natuurlijk mooie concerten gegeven worden. Ik kom hier voor literatuurlezingen, omdat ik ook heel erg van boeken hou. Dus voor mij is deze kerk eigenlijk heel erg een belangrijke plek in de stad waar ik graag kom en die ik ook echt een warm hart toedraag, omdat het gewoon zo'n ontzettend mooi stuk erfgoed is in onze stad. En wat ik inderdaad zo mooi vind is dat het nog steeds ook zijn oorspronkelijke functie heeft. Twee keer per maand is het ook gewoon echt nog de kerk van de gemeente. Maar daarnaast is het vooral heel erg belangrijk in het culturele gebeuren van de stad. Op heel veel verschillende manieren. Ik sprak net nog even Henk, die zei van ik heb hier regelmatig gezongen. Nou, dat is natuurlijk de akoestiek van deze kerk is heel erg mooi. En ik weet nogmaals dat er veel mensen van genieten om hier naartoe te komen. Om te genieten van een mooie performance of wat er allemaal is. En dat is belangrijk, want we hebben dit soort plekken gewoon in de stad heel hard nodig. Omdat iedereen het fijn vindt om van dit soort culturele bijeenkomsten te genieten, om ook zijn talenten te laten zien. Hè. Het is niet alleen dat je komt luisteren, maar het is ook een podium voor mensen om te laten zien wat ze kunnen doen. En tegelijkertijd een plek waar je je ook heel erg thuis kunt voelen. We staan hier in de gerenoveerde Waalse kerk. Wat is er allemaal gedaan en bent u tevreden met hoe het is geworden? Ja, er is heel veel aan de buitenkant gebeurd, vooral. Het hele dak, het grote dak is gedaan nadat 5 jaar geleden het kleine dakje boven het koor al is gedaan. En alle voegwerk is vernieuwd waar het niet goed was. En binnenin is dit raam, wat helemaal zwart was uitgeslagen, ook hersteld. Dus wij zijn content. Het is goed gegaan allemaal. Wat maakt deze kerk zo speciaal? Ja, het is een hele oude kerk. In de 15e eeuw al begonnen met bouwen, kan je nagaan, via diverse ontwikkelingsstadia als Wendelinuskapel, dan weer voor de Waalse kerk en dan weer voor militairen en weer terug, et cetera. Dus, en het is een pareltje, dus, er gebeuren hier heel veel culturele dingen, lezingen, optredens, muzikale optredens. Maar mensen komen hier ook repeteren, vergaderen, buurtvergaderingen. Het is iets wat echt bij de stad hoort en wat een prachtig monument is. Waar we dus heel goed voor moeten zorgen. Als mensen naar iets cultureels willen, waar kunnen ze dat dan vinden? In de BN De Stem staat elke week wie er op vrijdagmiddag hier tussen de middag, dat zijn de vaste concerten, hè, komen concerteren, dus dan kan je zeggen, nou, en dat is gratis, hè? Dat is een verplichting die ons is opgelegd, ooit door de gemeente, maar met plezier natuurlijk, want een volle kerk is altijd plezierig en elk concert wat hier plaatsvindt, ja, dat vindt zijn advertenties wel waar het hoort, dus de mensen weten het wel, die geïnteresseerd zijn, die weten het wel te vinden.